Robert Modenaar, je ploeg verliest hier thuis van FC Den Bosch. Hoe hard komt deze tik aan? Ja, hard. Een verklaring voor deze nederlaag? Nou, je moet analyseren wat er gebeurt op het veld. En dan heb je er wel een verklaring voor, ja. Wat is die verklaring? Nou, dat we op belangrijke momenten tweede zijn op het veld en niet eerste. En daar waar je graag het initiatief wil en dominant wil zijn. En of dat nou achterin is, op middenveld of voorin. Ja, daarin moeten we bij grote regelmaat meerdere herkennen in de tegenstander. En ja, dan helpt het ook niet dat je natuurlijk een scoreverloop hebt wat tegen je is. En dat doet een ploeg niet goed. Kleedkamerdeur bleef heel lang dicht na afloop. Zijn er harde woorden gevallen? Nee, ik heb wel de gelegenheid gegeven aan een aantal spelers. Inclusief de jongens die op de tribune gezeten hebben. Alle geblesseerden zijn aanwezig. En die hebben de kans ook om van een blik van boven op de tribune naar beneden, hoe het eruit ziet. En die zijn er ook door de week bij. Dus die kunnen een prima bijdrage leveren aan datgene wat er wellicht bij hun leeft. En ja, goed, daar is gelegenheid voor geweest. Maar daar komen niet hele gekke dingen uit. Jullie begonnen slap en ongeconcentreerd aan de wedstrijd. Ben je dat met me eens? Nee, daar ben ik helemaal niet met je eens. Omdat ik vind dat het niet ongeconcentreerd is. Maar we zijn niet dominant. En daarin moeten we de meerdere herkennen in een tegenstander die hier op bezoek komt. En dat vind ik wel heel vervelend. Ja. Na een kwartier komen zij op voorsprong door Van Son naar die corner. Hoe heb je die goal beleefd? Nou ja, dat is een goal vanuit standaard situaties waarin je ook daarin een analyse moet doen. En dat... Ja, dan laten we mensen voor ons komen die kunnen afronden. En dat is gewoon niet goed. Ja. Dan kan je eigenlijk in het vervolg van de eerste helft de tegenstander eigenlijk niet je wil opleggen. Een aantal schoten van James Evermafide zijn nog wel gevaarlijk. Ja, enige echte kans was van Mees Kaandorp. Hè. Dat was een mooi moment. Na rust breng je Nick Venema voor Hunten. Ja, en die mag alleen op de keeper af en dan mist hij. Dat was misschien een cruciaal moment, hè, in de wedstrijd. Nou, kijk, iets wat je weer op weg kan helpen is een goal. En die kans hebben we gehad op meerdere momenten. Zowel de eerste helft wat je met Mees, maar ook de tweede helft. Zowel Venema als... volgens mij nog een keer Mees of in ieder geval schot van in de 16 en de kopbal van Forsebelt. Ja, dat zijn normaal gesproken momenten waarin je hetzij terug in de wedstrijd komt, hetzij op gelijke hoogte komt. En ja, als dat dan uitblijft, dan heb je zoveel moeite om weer terug in de wedstrijd te komen. En, maar het is een ploeg zonder vertrouwen. En misschien het beste exemplaar daarvan is Venema. Want normaal gesproken zou hij die ballen met zijn ogen dichtmaken. Maar op dit moment is het vertrouwen er even niet. Nee, dat vertrouwen is broos. En dat komt door het verloop van een wedstrijd. En dat zeg ik, dan zowel in de persoon Venema herbergt zich dat. Maar ook voor een ploeg. Ja, als er dan een doelpunt gemaakt wordt, dan kan dat zomaar, dan kan de zon gaan schijnen, bij wijze van spreken. En dat blijft uit en dan moet je het doen met een zoutloze nederlaag. Ja. Ga je nog wel wisselen? Je brengt onder andere Vossenbelt voor Loen en Ahanach voor Evmorfidis. Maar ja, ik had eigenlijk geen moment het idee dat jullie nog terug zouden komen in de wedstrijd. Ben je dat met me eens? Nou, de vuist die we willen maken, maar dat is in zijn algemeenheid, zowel... We sturen de basis het veld in omdat we denken dat we daarmee de beste kans maken om te winnen. Dus dan willen we ook al een vuist zien. En eigenlijk een grotere vuist als met wissels. Maar die wissels die zijn wat offensief. Met eventueel de kopkracht van Forsebelt voorin. Probeer je daarmee iets te bewerkstelligen. Ja, en die vuist die mag wat mij betreft ook best krachtiger. Maar dat heeft ook vaak met de aanvoer te maken.
Ja, en uiteindelijk hebben we wel wat kansen. Hè. De inbreng van Venema hebben we natuurlijk iemand die als een tierenlier draait, die scoort en maakt de gelijkmaker. En zo is dat met Forsebelt ook, want volgens mij stond hij zelf bijna op de doellijn om in te koppen. Ook die gaat er niet in. Dan lijkt het dat je in de hoek zit waar de klappen vallen. Ja, want je verliest nu ook een thuiswedstrijd, dat was nog niet gebeurd. En het gat met de absolute top wordt nu wel heel groot en je bent ook uitgeschakeld in de beker. Je moet je grote zorgen maken, lijkt mij. Ja, maar ik maak me elke dag grote zorgen. En daarom proberen we ook een proces in te richten die ervoor zorgt dat je progressie boekt en vooruit gaat. Ja, tegenstander die gaat daar ook niet altijd vrolijk in mee. En op dit moment is het zo dat we kunnen met het beschikbare personeel niet het niveau halen wat hoort bij een ploeg die bij de eerste vijf wil eindigen. Nou, als het slecht gaat, komt vaak de positie van de trainer onder druk te staan. Maak je je dan ook zorgen om je eigen positie momenteel? Daar maak ik me nooit zorgen over. Waarom niet? Ja, omdat het datgene wat ik onder mijn invloed heb, dat is het proces en dat is de week en dat is alles wat ik in voorgaande weken gedaan heb. En dat is het enige wat ik in de hand heb en voor de rest niet. Ja, maar je hebt wel het idee dat er nog gewoon voldoende steun en draagvlak is binnen de club, ondanks de mindere resultaten. Nou ja, wat ik al zeg, daar maak ik me geen zorgen over. En op het moment, kijk, het is natuurlijk wel zo dat iedereen binnen deze club graag meer wil. Ondergetekende in Kluis. Gaat de boel op de rit krijgen? Daar gaan we alles aan doen, ja.